Экран! Экран дневный щоп, Хосвана Экран! En ik loop die aan met ons touwtranen. Hier wel wie een gouden titan en door wie God kan leren. Welkom te het programma Ekran. Dankjewel dat u van de Adobe bent. Mocht u God zijn hier ervaren. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. En met mij heb ik van de Gladys Rempel. Welkom te het programma. Dankjewel. Vele van jullie waren Gladys waarschijnlijk al zeggen kennen. Je waren er op vele video's al gezien hebben. En speelt zich zo, je hebt ieder week een fijne tijd met haar taupe. En ik zie je dat zij nu hier in Bolivia bij ons is en dat zij van jou haar zeugnis, haar geschicht ons vertalen wil. Mij vreet het werkelijk en veel die ook tussen hier in ons. Dankzij. Ja, ik vreem me om hier te zijn. Oké. So, we hebben even mal anfangen, Gladys. Wo bist du abgewachsen? Wo bist du geboren? Wo wird deine Kindheit? Ich bin in Belize geboren. Ich bin geboren in Daniel und Tina Penner, viele von den Tannendei. Und wir wohnen in Belize, aber ich bin 8 Jahre alt. Okay. Nun trage ich in Kanada. Und da schaffe ich auf einem Forum. In meine Jugendzeit habe ich da gespannt. En dan trok we hem in een half jaar hier in Bolivia. Okay. Weer hier in Stoutje. En ja. Oké. Zo, je hebt een groot deel van die jonge jaren in Canada erleefd. Ja. Okay. Ja, van 8 jaar bed groot. Zo, die school wordt Engels dan alles? Ja, Engelse school. Oké. Ik zie niet bij grade 12 daar gegaan, maar... De school weer op Engels, maar thuis reed we plot iets. Oh, thuis reed we plot iets. Ja, thuis reed we plot iets. Oké, zeer goed. Ik heb ook allemaal van je gehoord dat je weer de Panas familie wat zingen deed. Wat is dat beste van die familie? Ja, ganz krijg. Als ik zie vielleicht 15 jaar was, wat we aanvangen om te voeren te zingen. Mijn dad interesseerde dat. En zo, we zongen veel thuis. Oké. Plus als familie, die plus verschijnen gewoon zongen we op. Eenmaal janker aan aanvangen. Tapes te maken, zo wie zongen en de recorder van aanvang deden blus een paar van ons en dan even de ganze familie. En dan op eenmaal van gewoon te reizen door de States en door Mexico en bij Belize en zongen op verschillende steden. Ja, dat denk ik ons zo erschijn. Dat hield zich werkelijk nog schijn gewoon zo als familie te reizen. Je weer in een jaratere familie, niet zo? Ja, 8 geschwister zijn we. Wow, zeer fijn. Nou, ik staan en ik vreem me voor dat. Ik heb veel gehoord van je hier. En wanneer, wat wie gaat in de kindheid, de teenagerjaren, wanneer vangst u Jezus? Ik was een zeer fan het hem op. In christelijk het hem, mijn dad deed allemaal met ons te beden. En s'morgens om vrijstuk dash, we stonden alle tijdig op. En hadden allemaal te devotions om vrijstuk dash. En ik wilde allemaal haar wild fan leven. Ik werd een kind wat daar... Zij hier in Rachel en zij hier in Emma onder je volle. En zo, ik weet niet of ik krak zei kon wanneer ik me betreed, maar ik weet dat als ik ongeveer 12 jaar werd, dan denk ik eenmaal naar mijn oudere ere stof. Zo was wat ik weer, dat we alweer sloepen gaan, maar ik ging door haar en wil met haar vertalen. Zij beden met mij toe. En dan vond ik zo dat ik weer in Christ, ik had Jezus ongenomen. En dan hoor ik over nu dat lang de tijd. Dat ik me leeg word twijfelig voelen. Okay. Dat zie ik werkelijk hier aan. Nou, ik ga van deel vlecht waren voor verdrietig gereden. Ik zie dat je was er. Wat zie ik dan aan mijn Christ? En zo, dan dat ik nog maar in de lotere jaren, ik hier maar van een predje wil zeggen dat, wanneer je niet naar Weizes die raad bent, dan dubbel is maar van deel, dit doet een behulp. Van deel, Jezus zei, ik zie die kind. Ik wil die nu volgen. Du bent naar mijn leven. En dan behalve hij doet hem. En dan wanneer die wil die nu hier wel twijfelig maken, dan wie is hem terug naar die dag, die doet hem, door op thuis staat. Door nog bij Jezus en mijn hart en die doet mij niet meer twijfelig maken. Zo, dat is wat ik dan nog moet luiden in mijn leven deed. Oké. Okay. Maar niet dat ik niet geloof dat ik zie in Christus was, ik hoop bloes niet ganz vervallen die taufe zeg. En jullie hadden niet de zekerheid waar die woest aankomen waar die stoel was? Ja, ganz krijg. Zo, zeer schijnt het hier zo, maar dat hier zich zo die kindheid weer ziemlich normaal, ziemlich goed, waar je zo zei, je kan een kind in christelijk het heim op te wassen.
En ik geloof meest uit een kind wordt du van drie met jaren als familie raamtereizen om te zingen in de jugendtijd. Vrij mij zo, wat zegt in de jugendtijd dan Lotte uit? De jugendtijd, ik wil zeggen, weet ook zo af hen. Door weet ik ook allemaal zo. Ik wil zeggen, hier een hoortje. Ik wil dat raakje doen. En mijn oudere leerden ons dat we zullen onze eeuwen sterren spreken. En wens dus in voor zijn Bibel wat er zegt, dat wie zullen de overigheid, of die wat eeuwen ons zendt, die zullen we je hoortje in de respecten. En zo, dat geloof ik, wanneer ik dat nu ook onderstel of staan, dan, ten bijvoorbeeld, dan wordt zijn eeuwast en wil wie oppassen, want wie ons eerst hoofdleiden, dan brengt wie een duik. Wie alles brengt de deken. En vele mij alles horen er hoorof hangen over horen duik op. En over mijn ouders zeiden, onze tjoek heeft dat zo, dat we dan onze hoorn hecht. En door we dat ook niet, dat zij zeiden, dat is in de zin van dat niet is. Over wens de tjoek heeft dat zo, wel we dat respecten wat de tjoek zich bereid heeft. En die principle voel ik zo, helpt mij van de eerste dagen naar mijn leven. Dat je dat leert te je hartje wat? Ja. Ik leer de en wanneer wat arig wordt zijn, je was dat die ons wat arig dit willen, had het weer doen zullen. Dan wordt we niet gehoord hebben, dan wordt wel wat het woord God is gehoord hebben. Maar de principe, die als mij veel biedt, wat ze ons geleerd hebben. Wow, zo, wanneer had ze die ook bevriet en verleef wat weer de gaan ze hier zeggen? Oké, dat biedt 1,5 jaar in het fashion, wil zeggen 14 jaar weer, dan trok we hier naar Bolivia. En we waren hier voor 1,5 jaar en hier trof ik. Wat dan mijn man gaf. En zo, ik ben 16 jaar, als we terug naar Canada voeren, dan werden we een. En zo, dan werden we een stukje in het fashion rijdt dat af. Maar dan was ik 19 jaar, we dan time hij daar gaan. En bereid we ons, we willen ons bevrijden. En wat ik dan 20 jaar dan bevrijd we ons, hij time daar gaan, dan wonen we daar. Oké. Zo, hoeveel raan je een bevriedigd leven? Hoeveel tjengen heb je en wat wie dat de pot? We horen dan meestal, nu met even een jaar, hadden we een jong. En dan nu hebben we nog drie mialis gehad. So we hebben een jong en drie mialis. En dat bevriedigd leven werd er nog fijn, wat ik zei. Ik word allemaal gezegd, we hadden een fijne eigen. Niet in dat schijn. Ik geloof aan in dat schijn. En ja, zo we waren dan 12 jaar bevriet als we dan naar Mexico trokken. Zo dan trok je, had je een bijzondere grond met wat je naar Mexico wilde? Dat weer, mijn man interesseerde, hij werd hier in Bolivia opgewassen en hij gelijkt voor Marie. En over daar in Canada schoof hij een machine shop en werd een salesman, dat zou je goed in de arbeid wat hij deed. En op een eenmaal voet wie naar Mexico spazieren. En even zo kan je wassen uit een business uit dat hij arbeid had door. Op een zag hij de formarie in Mexico. En dat weer de dichter ondersteeds. En am interesseerd dat dat dan reinen kon, want wie die zijde dat het reinen zal. Wens de irrigation. De jeiten doen, zo'n jeitsysteem dat hij dat jeiten merkte. Zo dan trak je door aan en weer vormers en leefde door weer. Ik heb gehoord dat u een boek geschreven hebt en dat noemt zich Faust, niet zo? Over wat handelt zich dat boek? Dat boek handelt zich om als mijn man in jail werd in de States. Hij had een fehler gemerkt en werd in jail met mijn schwerwaardhoop. So, van bij over drie maanden werd hij door in jail. En er steeds in Ecken de Tinga weer in Mexico. En zo dan raan weer door weer en voor de eigen einrichting naar de steeds en leren ons met lawyers omgaan en al dat. En die gaan ze hier zich als dat boek. Zo dat is een boek van een zeer. Ik stel me voor niet een leichte geschicht wat je daar gemerkt hebt. En Cosmo vertalen, vielleicht weiter eens in Rotten, vielleicht eens in Nech. Und wenn er verleiht den Mann, wenn er wird, oder wo passiert, wo wird er geschehen? Als er dann im Jail war, als er dann in den Haus kam, ich habe all die Mord, wer das passiert, dort ist was fängt sich an zu ändern.
hy hier op met ons te beden en dat fysiek plus dat funk on flavor te worden. Mm-hmm. Wie werden dort involved in het werk? Okay. Wie deden met help in het werk? En ik wist ook wel niet waarom, wat er aan ging. En zo, wil hij dan in jail weer, dan hoort wie Nezaya gaat de gemeenschap even voen. Mm-hmm. Ik kan je hem niet persoonlijk zijn, maar even voen. En ik voel zo dat hij hoort een verlangen, wat er eigenlijk weer. En hij hoort een grote verlangen nu met mij en de dingen te hoop te schoven. Dan wil hij naar huis gaan, dan die dat op een goede zaal lang, dan word ik waar aan dat dingen weer niet zo als de weer je was. En zo, en je wist het, waar ik het verantwoording opneem, dat ik in je wist het opgaf in zo'n geval, oké, wat ik dat niemals anderen. Mm-hmm. En dan over, wie dat ongeveer een jaar nodig dat hij nu huis kwam van jail, dan denk dat woes ik bij af, dat ik dat zo geval, dat weer niet die care, hij gaf niet droom tussen huis, hij weet helemaal droom te ons. Mm-hmm. Aber ich kann bloß feilen, ich gehe bloß nicht mehr dran, so als ich Eier hat. Ich habe nicht ein Verlangen, bei der Familie oder bei dir zu sein. Ja. Yeah. Okay. Ja. Yeah. Und wo kommt es dann, dass ich verloren habe? Und dann würde ich wollte nicht, ich würde einmal haben glauben, dass ich in Double Leben habe, dass ich anders lebe, als wir als Tüß. Aber dann würde andere dort an. Okay. Andere fangen an, nur zu sein, warum das hier so ist, das. Okay. En dan voor de ander dat aan dat hij had, dat hij in Griez het leven leeft bezien. Okay. En dan hadden ze mij dat gezegd. En dan voer ik naar huis en reed met hem. En dat zien ze, zo, hij wil ja niet tachloten. Mm-hmm. En eerst wat hoor ik de klaarheid dat beides kost niet. Okay. Die kost niet thuis bij mij wonen in Jaand. Mm-hmm. En hij wil zich dort na de nächste dag trok hij weg. So dat wie niet een lange tijd dat wie van dat wat zelf nu, dat wie bloos ik af aan de wol en hij wil zich. Oké, so wie wat zei hoos je het. Veelmaal dankjewel Gladys voor deze voor die zeichnis van wie dat is dit vertalen. Leer dat aan de tijd voor van jou te eng, wie worden dat nächste mal wieder merken. Du hast in der Frau, wo er lebt, Lothar, je was es, und wo sie geliebt hat, zu leben, Lothar. Aber vielen Dank schon für nie du bist, Anne. Was ich von dir sage, mach, sich immer noch Gott, und so ist klar, dass ich von jung ab kann Jesus in ihr Leben haben, das, was ich dir mach, mal merken, hab Jesus in die Leben, wenn es Jesus ist, die beste Antwort für alle. Gott das sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir du bist. Wenn du Frauen hast, wat metteilen wist oder ein Zeugnis geben wist, dann schrijf ons im WhatsApp nur Meierteken 591-77-88-4479 oder schrijf ons im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.